Brabantia is een echt familiebedrijf. Het doel is het bedrijf beter overdragen aan de volgende generatie. En hun visie is gestoeld op solide mensen, solide denken en solide doen. Nou, wat Tijn vanaf 2012, toen hij aan het roer is gekomen, gedaan heeft, is iets toegevoegd aan het solide denken. En hij heeft een heel mooi motto. Hij noemt het motto fikkie stoken. Daar bedoelt hij mee iets bij mensen losmaken en iets bij het bedrijf losmaken en de verantwoordelijkheden daar te laten waar ze moeten liggen. Wat hij goed gedaan heeft, is dat hij het merk Brabantia en de producten nog beter gepositioneerd heeft dan ze al waren. Tijn vindt dus dat klanten een stukje vreugde in hun leven moeten hebben in het dagelijks werk door zijn producten. Dat zie je ook aan het assortiment, hoe dat veranderd is hè, in de laatste jaren. En de andere kant de vanzelfsprekendheid, dat iets duurzaam moet zijn. Dat zie je daar ook terug. De soort natuurlijke manier waarop een bedrijf bezig is met de omgeving en met de verantwoordelijkheid naar de toekomst. Als je dat combineert met een concept over het product en de markten waar je in zit, heb je natuurlijk een prachtig bedrijf. Hij is genomineerd omdat hij met zijn onderscheidende visie het bedrijf echt naar de volgende fase gebracht heeft. Van een hele solide en degelijke onderneming naar toch een onderneming die verjongt, vernieuwt en heel snel schakelt. Maar uiteindelijk moet je wel zorgen dat ook gewoon onderaan de streep de dingen allemaal kloppen. En als je het allemaal samen doet, dan heb je visie en ben je een goede ondernemer. En daarom is hij genomineerd.